Tom Hagley, welcome to Club Rouge. Why did you choose to sign for Club Rouge? I've heard many good things about the club. I spoke with some former players from Norway who have played here, and the club have presented the team and the city and the club in a very professional way. So it was an easy choice for me. What did you already know about the club? I know it's a big club. It's many spectators. It's a good history, and they want to fight in the top of the league. So I think it's a very big club. Sven Vermant, vandaag heeft Tom Hugley voor 3 seizoenen getekend bij Blauw-Zwart. Waarom de keuze voor deze speler? Ik denk ten eerste zijn kwaliteiten op zich als voetballer. Dat is een moderne rechtsachter die zowel verdedigend als aanvallend een meerwaarde kan brengen. Dus iemand met heel veel loopvermogen en ook een schitterende mentaliteit. You play on the right back positions. What are your most important qualities? I think I'm a hard worker. I try to do my best both offensively and defensively. So I will do my best. Het is al de 4e Scandinavische speler die getekend heeft bij Blauw-Zwart. Dat kan geen toeval meer zijn. Het is gewoon zo dat de mentaliteit van de Scandinaviërs op het algemeen heel dicht aanleunt bij hetgeen dat wij eigenlijk zoeken in de spelers. Maar op zich is dat niet de noodzaak dat het Scandinaviërs zijn. Het is vooral de mentaliteit en de instelling die moeten kloppen. Wat was het belang van Rune Lange in deze transfer? Rune is degene die ons eigenlijk die naam getipt heeft. En op basis daarvan zijn wij ook hem intensief beginnen volgen. En we kunnen zeggen dat uiteindelijk dat wel het resultaat is van onze eigen scouting. Het is ook, net als de andere 3 Scandinavische spelers, een international. Is dat ook belangrijk dat die spelers internationale ervaring hebben? Tuurlijk, het is altijd belangrijk, zeker in de fase dat we nu zitten, is het gewoon belangrijk dat je spelers probeert binnen te halen die internationaal wat ervaring hebben en daardoor ook de ploeg direct van meerwaarde kunnen zijn. There are a lot of other Scandinavian players here in Bruges. Was that important for you? No, I don't know them very well for now, but it's good for me to have some neighbors around from Sweden and Denmark, so we speak almost the same language, so that could be a positive thing for me. What are your ambitions for the first year here? I want to do my best so that the club can fight in the top of the league, and I'll try to bring some qualities in the team. I hope they can use. Magic system de retour avec toi. Dankzij Club TV nog mooie prijzen winnen op het einde van het seizoen? SMS dan als de bliksem Puma naar 6565. Misschien maak jij dan een kans op een van de 10 gesigneerde uitshirts. Veel succes!